afkijkers, welkom weer bij het programma Land, 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 Hoor des Heren Woord. Voordat wij gaan luisteren naar een overdenking, wil ik samen met u in gebed gaan. Laten we ons hoofd buigen voor onze Heer en Heiland. Hemelse Vader, ik zeg u dank, Heere God, voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw genade. Ook vandaag, wanneer wij naar dit programma kijken, Heere God, bid ik u, Heer, dat u ons leidt en begeleidt. Dat u ons bemoedigt, vooral in een periode van woelige dagen, in een periode van in de wereld waarbij er te veel calamiteiten gebeurt, Heere God, maar ook in ons land, maar ook in ons leven, Heere. Wij bidden u, Heere God, dat u ons nabij bent, dat u ons versterkt. Dank u, Heere God, dat wij tot u mag komen. En dank u, Vader God, dat u deze dag mag zien dat wij mogen opstaan. Dat wij een levende God dienen. En dat wij mogen geloven in u, Heere God. En wij vertrouwen dat alles wat wij voor uw voetenbank neerleggen, Heere, dat u ons gebeden hoort en verhoort. Zo bid ik dit in Jezus' naam. Amen. Goedendag. We willen vandaag voor deze tijd een belangrijk en leerrijk gedeelte uit de Bijbel aan u voorhouden. Het gaat om een bekende genezing. In Jeruzalem was er een plek die de naam droeg Bethesda. En Beth betekent, dat zult u zeker wel gehoord hebben, betekent in het Hebreeuws huis. En Bethesda, dat tweede deel van Bethesda, betekent van Bethesda, betekent genade. Dus Bethesda betekent huis van genade. En waarom? Bethesda was een plaats waar de mensen zich ritueel konden wassen voor ze de tempel ingingen, maar er was ook iets heel bijzonders aan de hand met deze plek Bethesda. En zoals u op deze slide kunt zien, ligt Bethesda niet ver van, of lag niet ver van de tempel. En dan staat er in vers 2, nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met vijf zuilengangen. Een heel toepasselijke naam, Bethesda, huis van genade, zoals we al gezien hadden, omdat daar allerlei bijzondere dingen gebeurden. Elk jaar gebeurde daar, een paar keer in het jaar, iets bijzonders. Er lagen mensen die werkelijk grote nood hadden, die hulp nodig hadden, die ziek waren. En in die tijd dat er geen doktoren waren, was het een geweldige oplossing wanneer er een wonder gebeurde. En al die zieken die daar waren, die wachten daar ook op. Want eens in de zoveel tijd begon het water te bewegen. En degene die het eerst in het water sprong of in het water terecht kwam, dat was degene die genas. En tussen al die mensen die daar waren, is er een man die al 38 jaar lang ziek was. Welke ziekte hij had, dat wordt niet gezegd. Dat weten we niet. En hoe lang hij daar in Bethesda was, dat weten we ook niet. Opvallend is dat de Heere Jezus daar komt. En de Heer Jezus ziet hem en er staat dat hij wist, dat de Heer Jezus wist, dat hij al heel lang ziek was.
En dan is alvast het eerste opvallende dat de Heer Jezus van al die mensen zijn aandacht richt op deze man. Waarom? Weet u, God kent en ieder van ons. Hij kent onze noden. Hij kent onze zorgen. En hij weet precies wanneer u hulp nodig hebt. Hij weet ook precies welke hulp u nodig hebt. En hij weet ook of u daarvoor open staat. En daarom keek hij van alle mensen naar deze man. God kent alles en hij had een doel, een bedoeling met deze man. En daarom richtte hij zijn aandacht deze dag op die man. Het tweede dat hier opvalt, er staat dat de Heer Jezus wist dat hij al lang ziek was. En dat is ook bijzonder. Weet u, soms hebben we het idee dat de Heer het wel heel erg druk zal hebben. Hij moet aandacht geven aan al die miljarden mensen in deze wereld. Hoe kan hij tijd nemen voor ons? Maar daarom is de Heer Jezus God. En God heeft eigenschappen die hij alleen heeft. En een van die eigenschappen van God en ook van de Heer Jezus en dus ook van de Heilige Geest is dat hij aandacht heeft voor ieder mens. Niet alleen dat hij aandacht heeft voor ieder mens, hij is eenmaal 24 uur kan hij in contact zijn met u, met mij. En dat is een geweldig belangrijke gedachte. Dat hij de hele dag persoonlijk bemoeienis kan hebben met ons. Ik kan dat niet. Als ik met iemand bemoei, ja, of je hebt contact met iemand, na een uurtje, dan is het leuke ervan af. Dan wil je even verder gaan met de dingen die je moet doen. En je aandacht verdelen over 5 mensen tegelijk, dat is onmogelijk. Maar bij God is dat geen enkel probleem. Die eigenschap heeft hij. Dus zoals u daar nu kijkt naar deze uitzending, weet God dat u kijkt. Hij heeft alle aandacht voor u. Hij weet precies wat uw noden zijn. Hij wil u helpen. Hij kan u helpen. En hij heeft evenveel aandacht voor u als een geweldige spreker of een geweldige prediker in welk deel van de wereld ook. Want daarom zegt de Bijbel, leert de Bijbel ons dat hij ieder mens lief heeft. En omdat hij God is, kan hij dus die aandacht geven aan u persoonlijk gedurende die hele dag. Dus wanneer u hem roept, aanroept en wanneer u hem vraagt om u te helpen, dan hoort hij u zeker. En het derde is heel bijzonder hier in dit gedeelte. De Heer Jezus vraagt aan deze man, wil je beter worden? De vraag is duidelijk, wil je beter worden? Maar het is opvallend dat die man geen antwoord geeft. Hij zegt geen ja. En waarom niet? Er zijn 2 lessen die we daaruit kunnen halen. Die man geeft als antwoord, hij zegt, Heer, ik heb geen mens om mij in het bad te werpen. En het tweede wat hij zegt, terwijl ik onderweg ben, dus het water beweegt en hij is onderweg om in het water te gaan, daalt een ander voor mij af. Met andere woorden, Heer, ik wil wel, maar u zult het zelf wel begrijpen. Het is niet mijn fout. Ik heb niemand die mij in het water kan werpen. En als ik toch moeite doe, voordat ik daar ben, is er al iemand anders in. Dus, Heer, het ligt niet aan mij, aan Omi. En eigenlijk wijst hij die vinger naar de omstandigheden. En dat is een eigenschap vanaf Adam en Eva. Wanneer God Adam vraagt en verantwoording vraagt, dan is het anomie.
Het is die vrouw. En wanneer God die vrouw rekenschap vraagt, dan is het anomie. Het is die slang. Dus dat is alvast de eerste reactie. En dat moet u even proberen vast te houden, want dat is hier in dit verhaal heel erg belangrijk. Tweede, wat we uit die tekst kunnen leren is, deze man ligt al, ik weet niet hoeveel jaar daar. Hij is 38 jaar ziek, maar hoe lang hij daar in Bethesda is, weten we niet. En hij was met hoop gekomen. Natuurlijk, anders ga je daar niet naartoe. Maar die hoop veranderde in teleurstelling. Dat blijkt uit zijn woorden. En waarschijnlijk had hij echt helemaal geen hoop meer. En dat kan bij ons ook zo zijn. Misschien worstelen we met iets in ons leven. En we hebben al een aantal keer het bij de Heer gebracht. En we zien geen verandering. En het gaat, het verbetert maar niet. En er zijn misschien andere dingen die niet goed gaan in ons leven. En er zijn bepaalde dingen die we maar niet kunnen overwinnen. En zo kunnen we dan ook een innerlijke teleurstelling hebben. En eigenlijk in ons hart de hoop hebben opgegeven voor een verandering. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hem voorhoudt. Om te zeggen van kijk, de omstandigheden van jou zijn inderdaad niet rooskleurig. En als ik in jouw plaats was, zou ik de hoop ook hebben opgegeven. Maar dat doet de Heer niet. Hij stelt hem één vraag en daar geeft hij maar geen antwoord op. En dat is, wilt gij gezond worden? Dat was de vraag. Weet u, veel mensen beseffen dat de Satan een greep op hun leven heeft, in een bepaald opzicht. Iets in hun leven waar ze maar niet uitkomen. En dan kunnen we allerlei redenen aanhalen waarom er geen verandering komt, zoals deze man die daar ligt. Maar dat is de vraag niet. De vraag is, wilt u het verkeerde in uw leven werkelijk opruimen en wilt u gezond worden? En vandaag gaat het niet om deze man. Hij is al lang overleden. Vandaag gaat het om u en mij. En dit verhaal staat hier in de Bijbel omdat God door dit verhaal tot u en mij wil spreken. En de Heer stelt die vraag aan ons. Wilt gij gezond worden? En u weet misschien dat het al jaren niet goed gaat. En u beseft dat er veel is in uw leven dat opgeruimd moet worden. Misschien hebt u een poging gewaagd. Het is ook mogelijk dat het zo lang niet goed gaat dat u de hoop hebt opgegeven om gezond te worden. En misschien berust u zich, zoals deze man, moedeloos in uw situatie. Misschien bent u een trouwe kerkganger. En u hebt het woord zo vaak gehoord. Zo vaak dat u bijna, kan je zeggen, erdoor verdoofd bent. Het doet je niks meer, het raakt je niet meer. En je denkt, dat is niet voor mij, ik heb het al zoveel keer gehoord. En misschien daardoor denkt u niet na over uw eigen persoonlijk geestelijk leven. Misschien hebt u eens die stap wel gedaan om gezond te worden. En u deed het met heel uw hart. Maar u bent weer teruggevallen. En vandaag komt die vraag naar u en naar mij. Wilt u gezond worden? Het gaat om het gezond worden. En laten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Laten we nagaan, zijn we wel gezond? Of zijn er allerlei dingen in ons leven die maken dat we niet kunnen functioneren zoals de Heer dat bedoelt? Het kan zijn dat wij, net als de mensen daar, blind zijn. We zien de dingen niet meer of we willen de dingen niet meer zien. We zijn verlamd. We denken van nou, ik ga het toch niet kunnen bereiken. Kreupel. Het kunnen allerlei dingen zijn. En weet u wat opvalt hier in dit verhaal? De Heer kon deze man gewoon beter maken. Die macht heeft hij.
had hem gewoon kunnen genezen. Zijn hand opgelegd of zijn hand niet opgelegd, of in ieder geval in zijn richting gesproken en hij was beter. Maar dat doet hij niet. Dat doet de Heer niet. Eerst stelt hij die vraag: wilt gij gezond worden? En dat is de les hier in dit verhaal. Willen we dat wel? Of zijn er redenen die maken dat we het eigenlijk niet meer willen? Misschien denken we niet eens meer na over onszelf. Misschien gaan we niet meer na in ons leven of we werkelijk gezond zijn zoals de Heer dat bedoelt. Die man verwachtte gezondheid door de beweging van het water. Maar nu staat de Heelmeester voor hem. En er is maar één vraag die de Heelmeester stelt. Wil je dat wel? We lezen niet of de man antwoord heeft gegeven. Maar op een of andere manier heeft hij de Heer duidelijk gemaakt dat hij werkelijk wil. Misschien was hij sprakeloos. Misschien heeft hij alleen maar hoopvol geknikt. In ieder geval wilde hij. En op grond van zijn wil heeft de Heer die dag gehandeld. Ik wil u uitnodigen, en mezelf natuurlijk ook, want dat is heel erg belangrijk. Laten we nagaan hoe het is. Als de Heer voor ons staat, hij kent ons leven. Hij weet precies wat niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. En aan het begin van deze uitzending zei ik, het is een boodschap voor deze tijd. Echt een heel belangrijke boodschap voor deze tijd. En waarom zeg ik dat? Omdat de Heer elk moment terug kan komen. En omdat we zien hoe de wereld verandert in negatieve zin. En de nood in deze wereld wordt groter. En de Heer wil u en hij wil mij gebruiken. Maar hoe kan hij ons gebruiken wanneer het niet in orde is in ons leven? En daarom wil ik u uitnodigen. Gaat u na hoe het is. Gaat u het echt na. En breng het bij de Heer. Vraagt u de Heer, zeg: Heer, ik begrijp wat er bij mij nog niet goed is. Ik begrijp wat bij mij nog moet veranderen. Gaat uw gang. En dan staat er in vers 8. En Jezus zei tot hem: sta op, neem uw matras op en wandel. Dat was de grootste dag in zijn leven. De Heer heeft de macht om het te doen voor u en voor mij. Maar willen we dat wel? En als we het willen, laten we dan deze zaken bij hem brengen en naar hem toe gaan. Ik ga met u eindigen. En de Heer vragen dat hij ons echt helpt. Heer, in de tijd waarin we leven. In de tijd waarin we om ons heen zien hoe de zonde zich steeds verder uitbreidt. In die tijd waarin we leven, zien we hoe die duisternis steeds erger wordt. En hoe ook ons land, maar de wereld, in negatieve zin verandert. Het zijn allemaal waarschuwingen. Waarschuwingen dat u spoedig terugkomt. En Heer, vandaag is de vraag: wilt gij gezond worden? En als we niet gezond zijn, hoe gaat u ons dan ten volle kunnen gebruiken in de tijd die nog rest? En daarom vraag ik u, Heer, help ons om onszelf te onderzoeken. En die gebieden in ons leven waar een verandering moet komen, dat we die bij u gaan brengen. En dat we met uw hulp zullen komen tot een verandering, tot een stukje gezondheid. Gaat uw gang, Heer, de tijd waarin we leven vraagt dat. Dat we zuiver staan tegenover u. Dat we door u gebruikt kunnen worden. Heer, dat niet wanneer we verder gaan en u komt plotseling, dat we niet mee kunnen. Omdat ons kleed bevuild is. Omdat ons kleed bezoedeld is. Omdat we niet hebben beantwoord aan wat u van ons vroeg. Hebt ons allemaal talenten gegeven. En uw woord zegt het duidelijk. De een 5, de ander 3 en de ander 1. En ik bid, Heer,
dat niet door onze eigen schuld, dit talent dat u ons gegeven hebt, dat het geen kans krijgt om tot ontwikkeling te komen. En dat we het begraven en zeggen, Heer, we wisten dat u een harde, strenge meester was. Daarom heb ik het begraven, hier hebt u het terug. Maar nee, dat u ons echt rijkelijk zal kunnen gebruiken. En juist in deze tijd waarin we leven, help ons om op te ruimen alles, Heer, wat u in de weg staat. Alles wat uw Heilige Geest hindert om in ons en door ons heen te werken. Alles, Heer, dat maakt dat u uw doel met ons niet kan bereiken. Heer, daarom zeggen we, onderzoek ons. Ga na wat niet goed is. En Heer, spreek tot ons. Help ons. Vragen en bidden wij u om uw heilige naams wil. Amen. Ik wens u een heel gezegende dag toe. Mogen de Heer ons helpen, u en mij, om bruikbare instrumenten te zijn, juist in deze tijd. En deze gelijkenis heeft, of tenminste dit verhaal heeft duidelijk gemaakt, wat er gebeuren moet, willen we helemaal door de Heer gebruikt kunnen worden. God zegen daarbij. Bedankt.
God die de zijnen leidt.